Op dinsdag 18 maart bracht onze Hare Majesteit Koningin Maxima een werkbezoek aan Tilburg University. Dit alles in het teken van een bijeenkomst over social innovation. We staan hier op de Tilburg University waar Koningin Maxima de bijeenkomst over social innovation bijwoont. Hier komt ze aan. Tijdens de bijeenkomst zette iedereen een handtekening onder het programma en werd Maxima vervolgens over enkele projecten die hierin vaststaan geïnformeerd. Alle projecten gaan over samenwerkingen tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en openbaar bestuur die leiden tot producten of maatschappelijke diensten. Dit alles met de betrokkenheid van burgers. Meneer de burgemeester, welkom. Wat betekent social innovation voor Tilburg? Dat is heel concreet. Dat betekent zorg door slim te organiseren dat mensen langer thuis kunnen wonen. Ga als het gaat om duurzaamheid met nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe initiatieven zorgen dat Tilburg minder energie gebruikt. Maar het heeft ook te maken met kansen op de arbeidsmarkt voor mensen die nu buiten boord vallen. Ook weer werkgevers, overheid, slim samenwerken. Zorg dat je geen jeugdwerkeloosheid meer hebt in Tilburg over 3 jaar. Hoe bijzonder is het om Maxima hier te hebben? Nou ja, ik vind het prima dat we nu met goedkeuring van de koningin dit kunnen gaan doen. Dus het was een heel inspirerend moment. Ze is enorm geïnteresseerd, ook in die hele concrete projecten. Dus dat helpt ook om het enthousiasme rond social innovation nog groter te maken. Dus onder toezicht van het Koninklijk Huis gaan wij nu social innovation in de praktijk brengen. Na enkele succesvolle projecten over zorg, duurzaamheid en werk te hebben bekeken, is het voor Maxima weer tijd om te gaan. Hopelijk mogen we haar volgend jaar weer verwelkomen op de universiteit.